Verbond bij het telecommunicatiebedrijf Telesuur, TTWOS, heeft vandaag de eerste stenen gelegd voor haar woningbouwproject aan de Mijnzorgweg in het district Wanica. Dit woningbouwproject voerde TTWOS samen uit met het aannemingsbedrijf Vidato. Voorzitter Harvey Panka zegt dat de bond vaker bezig is geweest met woningbouwprojecten en percelen ten behoeve van zijn leden. Hij geeft aan dat de TTWOS eraan werkt meer woningbouwprojecten te initiëren, want met één kunnen niet alle bondsleden tevreden gesteld worden. We hebben niet iedereen gelukkig kunnen maken, maar dit is een start. Er zullen zeker meer volgen na de eerste, zoals er meer stenen gelegd zullen worden. Zo zullen er meer stenen gelegd worden. Ik sta hier met een deel van mijn bestuur. En met dit bestuur doen we het om met name de behoeftes van onze leden, woningbehoeften van onze leden te lenigen. En was die behoefte dan wel groot gezien de mensen al werken, om het zo te zeggen? Was het makkelijker? De woningbehoefte toen we kwamen aanzitten in 2016, het eerste wat we hebben gedaan, want je moet altijd met data werken, we zijn niet uit het hoofd gestart. Het eerste wat we hebben gedaan, we hebben een survey gehouden onder het personeel om te kijken van wat is de behoefte, want je kan niet iets doen als mensen niet willen of er helemaal geen behoefte is. Dus we hebben een behoeftesurvey gedaan en we kwamen op meer dan 200 mensen, een kwart van onze leden. En dit aantal hebben we kunnen helpen en het is steeds groeiende, want je weet, mensen gaan met pensioen, er komen nieuwe leden erbij. Dus die behoefte zal er altijd bestaan. Panka zegt verder dat bij woningbouwprojecten er vooral gekeken wordt naar gronden die niet te duur zijn. Hierdoor kan er goedkoop gebouwd worden. Als je de prijs wil drukken, als je de prijs redelijk wil houden, mag vooral de grond niet te duur zijn. En we weten vooral Wanica nu na Paramaribo, Quata is Wanica nu de duurste qua grond in Suriname. Dus je wil ook geen grond hebben waar het te duur is, waardoor dat huis ook te duur gaat worden. Bouwen kan je altijd heel goedkoop kan je bouwen, maar je bent ook afhankelijk van de prijs van je grond. Dus we kijken naar zoveel mogelijk goedkope grond. Ik doe van hieruit een beroep op de overheid om ons ook te helpen, zodat wij ze ook kunnen helpen. Want de overheid heeft de taak om zeker te voldoen aan de woningbehoeften van de Surinaamse bevolking. En als wij als deel van die bevolking al een aanzetje doen, dan kunnen we, zou het goed zijn als de regering, weet je, naar ons kijkt en ons van jongens kijkt. Ik heb, jullie krijgen een stuk grond daar, daar mogen jullie, dat weet ik zeker, dat nu iedereen in aanmerking kan komen. De voorzitter geeft ook aan dat de bond zich heeft beraden over de huidige economische situatie in het land. Echter kan hij nog niet uit de doeken doen wat de volgende stappen van de bond zullen zijn.